Het is zaterdag vandaag en we gaan op wedstrijd naar Leidschendam. Voor het eerst bij het afstarten. Hier is het paspoort van Bella. Dus die is gebracht door de papa. Dus Tess is nu aan het poetsen en knotten. En dan gaat ze voor het eerst buiten afstarten. Dus dat is wel een soort spannend. Hoewel we natuurlijk wel al vaak buiten af geweest zijn. Alleen voor andere dingen. De papa gaat ook een keertje mee. Dus dat is hartstikke leuk. En Tess is nu bezig met... Hoi! Het is fijn dat je de staart doet. Maar ze moet toch knotten in de manen, dacht ik. Of niet? Ja, misschien kun je even op gaan schieten, lief schatje. Anders kom je te laat. Zullen je spullen vast in de trailer gaan leggen, ja? Oké, Tessa heeft een compleet nieuwe manier van een knotje maken. Is compleet nieuw? Hoe kom je erbij dan? Nou, op een gegeven moment dacht ik, weet je wat? Ik doe dit al heel lang. Dus zo kan je ook een knotje maken. Tada! Is anders. Maar ja, waarom niet? Ben je klaar? Ja. Doe je? Ik doe er nog even strikjes in voor de bonuspunten. Net een heel krantje. Ja, waarom? Zie je heel leuk eten. Ja. Nou, helemaal leuk dan. Ja. Nou, we zitten in de auto en de boer on tour. En Bel staat erin en ik ga een wedstrijd doen met de BB. En ik heb er best wel zin in. Is het spannend? Beetje, want ik weet niet hoe ze daar reageert. Hier, praat maar even. De eerste keer. Nou, ik ben weer op wedstrijd bij de BB. En... belletje. Alleen ze heeft het een beetje gepoept, dus ze moet ik op gaan ruimen. Hey Bel, je stond prima! Slaap je daar voor me? Help! Nee, dus. Het is heel warm en het is heel mulzand. Dus Tess is gewoon eventjes wat ontspannen aan het rondhobbelen momenteel. Echt heel erg losrijden, dat lukt vandaag wat minder. Dat geeft ook niet. Arme pony, jongens. Het past niet. Ze heeft een heel ander hoofd dan jij. Doe maar niet. Gewoon niet, oké? Okay? Oh. Gossie. Arme Bel, hier. Haal hem er maar af. Nee, haal hem er maar af. Ze heeft zo de best gedaan. Nou, vertel het maar. Nou, ik wel even een nieuw. Nou, ik ben 2 keer eerste geworden. Niet aan zien komen. Met 1 keer 100... 84 punten en de andere keer 186 en een half punt. En ik ben super trots op ons. Dat voor de eerste keer buitenaf, hè? Ja! Het is zondag vandaag en de meisjes hebben besloten dat we weer buitenrit gaan. Blijkbaar is het goed bevallen vrijdag. Dus we gaan nog een keer met Evelien en Tess op buitenrit.
weet niet of we dezelfde route gaan doen of even iets anders gaan verzinnen. Maar ze zijn nu samen ponies aan het poetsen. Maar ik denk dat ze haast hebben. Ja, zonder mij komen ze toch nergens. Maar ja, dan nog. Is je al gezadeld, Eve? Nee. Ah. Maar ik moet Vrona ook poetsen, jongens. Dus even geduld. Eve en Tess. En we wandelen vrolijk langs de bloemetjes en de bijtjes. Nou, de bijtjes heb ik nog niet gezien. Maar ja, het waait een beetje. Ik ben bang voor onweer. Nou, ik ben niet bang voor onweer, maar ik ben bang dat het gaat onweren. En dat wil ik niet. Dus ik moet een beetje naar de lucht blijven kijken hoe lang we naar buiten kunnen, helaas. Dat is veel fijner om naar buiten te gaan zonder ergens rekening mee te hoeven houden. Dazen dan? Dazen, ja. Maar dan doe ik wel een vliegendeken achterop de kont. Nou, er zijn een aantal wegen afgesloten. Dus toen dachten wij eigenwijs, dan gaan we gewoon dwars door de Rimboe. En dan kan het ook. We zijn tot de conclusie gekomen, dat gaat niet. Dus nu moeten we weer terug door de Rimboe. Terug naar het fietspad en gewoon braaf de wegwijzers volgen. Maar het is wel heel leuk, want je ziet weer allemaal andere dingen. Je krijgt verschillende bodems onder je voetjes, en je paardenvoetjes. En eigenlijk is dit gewoon wel heel erg mooi ook. Zo, inmiddels zijn we richting Oeverbos aan het gaan. Heeft Tessa de vader gebeld om te kijken wat het weer doet. En zijn wij lekker op de dijk aan het stappen. Misschien gaan we zelfs even draven. Nou, we zijn inmiddels weer van de dijk af. Want het Oeverbos is eigenlijk niet meer bereikbaar zonder dat je door een compleet industriegebied gaat. Wat heel erg jammer is. Maar misschien moeten we even kijken of we daar iets anders voor kunnen vinden. Hier hebben we een hele route waar we de volgende keer eens op zouden kunnen kijken. Maar voor nu gaan we dus terug naar de lus. Terug naar Middelhof. En hoe gaat het, dames? Goed. Jij ook even? Ja. Goed zo. Heel leuk. Nog een keer. Heel leuk. Ja, dat is fijn. En we zijn weer terug. Meisjes ook. En we hebben het overleefd. Het was eigenlijk heerlijk, alleen een beetje koud op het laatst. Twee buitenritten. En ze zien er eigenlijk nog fantastisch uit. Ik loop er dus al een paar dagen mee op stal. Je ziet er niks aan. Dat is toch fijn, hè? Maandag vandaag en de zadelmaker komt. Susanna, ja. Het is er al. Ze was wat vroeger, dus ik moest nog een soort opschieten. Thee voor haar meegenomen. Ik weet niet of ze dat wil, maar dat heb ik in ieder geval. Ze gaat het zadel van Belma kijken en het zadel van Vrona. En dan ja, gewoon weer even bijwerken. Zo gaat dat nou eenmaal met zadels. Die moeten gewoon elk half jaar of elk jaar nagekeken worden. En anders gaan ze niet goed liggen, dekjes schuiven, meer van die ellende. En dat willen we natuurlijk allemaal niet. Kijk, ze is er al. Kijk, Suzanne is er. Ze trekt zelfs haar jas. Oh nee, ze trekt haar jas weer aan. Ja, denk ik wel uit. Ja, toch uit. En er moet gewerkt worden, jongens. Bel de zadel moet even aangepast worden. Bel is veranderd de afgelopen jaar, zegt Suzanne. Dus dan moet dat even aangepast worden. Wat ga je doen? Even het blad schoonmaken. Oké, ja. Maar met zadel eigenlijk. Anders beschadigen we het zadel. Het zadel gaan we weer symmetrisch vullen. Hij is wat ingezakt. Want ze hebben er natuurlijk nu al een tijdje mee gereden. Dus de vulling is wat vlakker geworden. En hij is ook wat scheef gaan zakken. Dus dat gaan we weer mooi recht maken. Daar gaan we mee beginnen. Nou, Bel is nagekeken. En dat zadel ligt weer helemaal primo, prima Bella. Hoe zeg je dat? Prima Bella, ja. Prima Bella. Dat is helemaal top. Nou, die kwam weer zomaar uit vloepen. Ja. En Vroner zadel, die wordt gewoon elk jaar altijd niks nagekeken, maar ook die moet aangepast worden. Ja, ja, ja. Want jij zei dat? Wat hij doet is dat hij een beetje naar voren helt. En het zadel, Vroner is wat in bespiering ongelijk, het is asymmetrisch. En dat zijn bijna alle paarden, dus wees niet bang. En Vroner, de minderkantje, is links. Dus automatisch zakt het zadel altijd richting links en dan gaat hij eigenlijk een beetje frikken. Dus dat gaan we corrigeren. En dan is het weer picobello in orde. Prima bellen. Prima bellen. Nee, dank je. Ik vind het heel lief, maar hou de natuur maar heel. Lekker gereden. Ik heb hem helemaal speciaal voor jou geplukt. En dan wil je hem niet. Nou, laat maar dan. Ik voel me nu beledigd. Zo, nu ga ik nog rijden en ik heb van Suus een nieuw zadelhoes gekregen. Hoe cool, kijk. Niet hè. Ik ga rijden, ik weet nog niet wat ik ga doen. Misschien ga ik gewoon even op de laan stappen, kijken hoe hard ze stijgt vandaag. Misschien ga ik wel gewoon even in de buitenbak, ik weet het eigenlijk niet. Ik kijk wel. Nou, we zijn inmiddels de brug over en Vroner heeft er nu eigenlijk helemaal geen zin meer in. Maar goed, we gaan toch nog een stukje verder proberen. Kijk, ik heb er
28 minuten over gedaan. Over alleen het pad en de brug hier achter mij. Dus dat is... even kijken of ik dat aan kan wijzen. Dus niet. Even kijken hoor. Kijk. Daar is die. Daar is de brug. Dus daar zijn we een half uur mee bezig geweest. Maar ik wil nog even kijken of ik nog wat verder kom. Ik vind het nu even niet tof meer. Kijk maar. Maar ja, ook al vind ik het niet tof. Oh, hier blijven. Ook al vind ik het niet tof. Het zijn toch dingen die je gewoon moet leren. En ja, het is niet eenvoudig. Het is het vierde seizoen dat we dit aan het doen zijn. We zitten nu 3,5 jaar of zo. We liggen hier. 3,5. En nou ja, dit hebben we in ieder geval bereikt. Helemaal in ons uppie. De brug over en het laadje af. Dus ondanks dat het een zeer langdurig geheel is, hebben we het toch voor elkaar. Deels. Maar ja, nu vindt ze het even niet tof. Dus daar gaan we weer wat aan doen. 45 minuten verder, maar we zijn op de lus. Daar is de manege, dat groene gebouw dat je daar ziet. En daarachter zijn de bakken en zo, en stallen. En wij zijn nu hier. En ze loopt. Ik moet zeggen, het was wel echt vermoeiend hoor. 85 keer stijgeren, 30 keer omdraaien. Dus het was wel vrij heftig. Maar ze wandelt nu. Zonder al te idioot te doen. Dus dat is echt wel heel fijn. Ik moet zeggen, dat één keer was ik bang dat ze achterover zou klappen. Dat vond ik niet zo fijn. Maar goed, ze bleef op de pootjes staan. Gelukkig. En gelukkig kan ik meebewegen met stijgeren. Maar dat was wel dat ik dacht, oké, het is fijn dat ik een goede kip op heb. Maar goed, we stappen jongens. Het is wat. Nou, weten jullie dat het net 46 was? Toen was ik aan de andere kant. Daar heb ik dus 3 kwartier over gedaan. Ik heb er 1 kwartier over gedaan om terug te komen. Ik heb me even gedraafd. Klein stukje gegalopeerd. Wel rustig gelopje. Ik wil er niet te hard laten gaan om de controle te houden. Niet 1 keer gebokt, niet 1 keer gestijgerd natuurlijk. Nee, want waar gaan we naartoe? Juist, gewoon naar de manege. En dan is alles weer goed. En dan loopt ze als een kieviet. Ik wil jullie zo meteen nog heel even dat ene stukje laten zien. Van waar ik net filmde. Ik weet niet of je dat kan zien eigenlijk. Hier komen dan de weilanden. Jullie zagen net dat groene gebouw dat je nu ook in de verte ziet. En het enige wat ertussen zit, kijk, is dit. Zie je daar die heg, die bomen? Je ziet een, hoe heet ze het, een boerderij. En daar zie je bomen omheen. En dan helemaal achter die bomen zie je er nog een heg. En tussen die boerderij en die heg, daar waren we dus net. Hè? Zeg maar, als je dat, je neemt eerst de boerderij en dan zie je een aantal bomenbosjes. Struiken, kan ik het aanwijzen? Proberen hoor. Daar. Zo. Daar waren we dus net. In 1 kwartier zijn we dus terug. Nou, we hebben het gedaan. We zijn natuurlijk mega trots op onszelf. Vooral op Verona. Ik overleef het allemaal wel. En we hebben gewoon een buitenrit met z'n tweeën gemaakt. Van 1 uurtje. Zonder ponies erbij. Zonder mensen erbij. Gewoon saampies. Nou, dus de 2e keer in 4 jaar. 3,5. Niet overdrijven. Rebecca. Oké. Ik heb nu wel heel veel honger. Dus ik ga Veroon eventjes lekker naar het stalletje brengen. En dan krijgt ze natuurlijk nog wat extra eten. Want hier put ze wel van uit. En dan valt ze heel snel af. Maar ja, ze moet er even van wennen. Niet doen. En dan ga ik ook eten. Dus tot morgen. Paardje is weer lekker op de wei. En ja, is er als laatste bijgekomen. Dat doe ik niet zo vaak. Dan moeten ze even samen rennen. Dat is toch schattig? Heen ja rennen. Wel, dat snap ik wel. Maar heen ja rennen. Dat is toch cool. Nu niet meer. Nu moet ze eten. Mijn leven als de paarden buiten moeten zetten. Dus natuurlijk wel voor hen, ja, want anders wordt het boos. Hoi! Wat ga je doen? Ja, we gaan naar springles. Ik kom zo kijken, maar je hebt nog best wel effies. Klopt. Wel stappen, hè? Geen andere dingen. Ja. Oké, okay, veel plezier. Dankjewel. Ga maar. Ik heb zo dus springles met Verona, net zoals ik net al beneden zei. En ik heb nu op Verona een beetje zonder beugels te spelen. En dat gaat best goed. We hebben vooral heel veel gestapt, want ik zit er meestal 1/2 uur van tevoren op. Ik heb nu nog 8 minuten en de rest heeft nog niet ingereden. Dus ik ben benieuwd hoe het met de rest gaat. Zonder beugels jongens. Verona denkt, ga je nou weer doen? Nou ja, toch maar galopperen dan. Ja, dat is niet zo moeilijk. Galop zonder beugels. Straf zonder beugels, dat is wel moeilijk.
Ja, ze heeft de oren naar achter. Nee, ze heeft geen pijn. Eén hand los, tuurlijk. Hey Tess, je gaat nou lekker springen zo, maar die grip in die broeken van Monte, die, zoals je weet zijn die fantastisch. Hè? Ook na jaar heb je nog maximale grip, maar dat is wel lekker. Lekker springen, lekker grip en niet zo makkelijk er vanaf kukelen. Ja, dat klopt. Hij plakt lekker aan mijn zadel. Zitten, zitten. Handjes laag. Steve heeft er vandaag de snelweg van gemaakt. Ze moeten tussen de bankjes blijven. Ik heb super lekker gereden met Verona, want we gingen vandaag oefenen met lijntjes. En dus met de afstanden. Dus dan moest ik er de ene keer 4, de andere keer 5, zoiets. En dat ging heel erg goed. En af en toe trok ik een raar gezicht. Want Verona dan of iets te dicht of iets te ver weg. Dus één keer ging ik over het hele waterpark heen. Misschien zelfs nog wel groter. En de andere keer leek het alsof ik een mini sprongetje maakte, net zoals ik met Bel maakte. Dus het was leuk. Het is donderdag vandaag en het is prachtig weer, dus we gaan even buiten rijden. Daar is die pony en hier is je paard. Zadeltjes op en dan gaan we lekker naar buiten. Ik heb er wel zin in. Ik ben wel een beetje moe op een of andere manier. Misschien door de warmte denk ik. Ik weet het niet. Goed, we gaan dus lekker naar buiten en hopen dat het vooral rustig blijft. We zijn op buitenrit over het bruggetje vandaag. Een paard kijkt zelfs een heel klein beetje ontspannen. Heel klein beetje. Een kind daar, die voelt zich een beetje leeg. Ja. Heel hard, want ik heb en dit. Ja, want ik heb geen boeienprotector aan. Maar gisteren toen ik moest springen, had ik die wel aan. Ter vertaling, ze heeft nu geen bodyprotector aan, maar gisteren ging ze springen op Verona en dan moet ze van mij wel een bodyprotector aan. We gaan rechts. Dus, dat is wat ze zei, mocht het niet verstaan zijn daar. Dus ze voelt zich een beetje bloot, denk ik, vooral. Bloot niet? Niet bloot, zegt ze. Bloot. Ze is niet bloot. Wat zeg je? Ze heeft kleding aan. Ze heeft kleding aan. Ze is niet bloot, ze heeft kleding aan. Sorry. Vissersteentje. Ik hoef niet een vissersteentje. Ik wil gewoon lekker buiten stappen en een beetje draven galopperen. Zo, nou, wij gaan aan de slag. Ik heb de GoPro wilde ik meenemen en toen dacht ik, nou ja, dan moet ik hem weer opladen. Dus eigenlijk was het een beetje dom, had ik eigenlijk even moeten doen. Even iets nieuws vastleggen, we zijn namelijk op de heenweg en Verona stapt naast Bella. Ja. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Er is hoop, misschien komt het ooit goed. Nou, dat weet ik niet, we zijn al 4 jaar bezig, dus voor hetzelfde geld doet ze morgen weer helemaal niks. Maar goed, maakt niet uit, het is in ieder geval fijn. Oh, Bel zegt, hey ho, even serieus. Ik ben hier de bos. Ik ben de baas. Wat denk je zelf? Dat je er voorbij mag? Nou, echt niet, zegt Bel. Oh, dat wil ik niet. Ik kan niet filmen en draven tegelijk. Niets te gaan. Wat een poepsineesje ben je, Bel. Oh, kijk dan. Ja hoor, kontje ervoor. Oh. Goed er wel. Ik wil voorblijven, dus die dribbelt. Maar Verona is aan een losse teugel. Bel is aan een losse teugel. En ik kan nou niet zeggen dat ik heel comfortabel in stap zit of zo. Dat is zeker niet het geval. Nu al helemaal niet. Dan kijken we naar. Ja, dat is pluis. Dus dat, zo makkelijk is het dan ook weer niet. Maar we gingen met een losse teugel stappen. En zodra ik dan ga filmen, is dat natuurlijk wel weer voorbij. Hobbel. Oh. Zo, even rustig jongens. Zo lekker hier in de schaduw jongens. Ah, losse teugeltjes jongens. Hey. Dat moet denk ik een pad worden of zo. En daar is alles dicht.
Ze kunnen eigenlijk heel weinig nog. Het is niet heel prettig paardrijden nog hier. En we hadden juist allemaal van die mooie ruiterpaden. Dus het is wel een soort jammer. Maar goed, we zijn bij de surfplas. En zijn een stukje over de weg gegaan. Het ging eigenlijk heel goed. Alleen is het wel lang stappen. En dit is ook nog heel lang stappen. Dus ik weet nog niet zo goed of ik dit nog wel zo leuk vind als dat het was. Eerst kon je hier lekker over die ruiterpaden heen. Ik kan een beetje draven en zo. Een klopje maken. En ja, dat gaan we nu niet, want je loopt nu de hele tijd op asfalt. En Bel die heeft geen ijshartjes. Dus dat gaat sowieso niet. En op asfalt galopperen en draven is sowieso nooit een goed idee. Dus ik weet het niet. Het is wel mooi. En het is mooi weer. Het is roep Lucky. Ik weet niet wie Lucky is, maar... Lucky Jasper. Welke is welke? Oh, Lucky is de lichtere en die donkere is Jills. Veul is van vorig jaar. En we zijn terug op de manege. Vroon heeft het overleefd. Was het leuk? Ja. Harder praten. Ja, zeg maar. Wat zei je? Was het leuk? Ja. Kijk, dat is cool. Ik ben moe. We hebben... Kijk hoor. Zo lang hebben we gereden. Bijna anderhalf uur. Dus dat is wel een eindje. Nu gaan de paardjes even af. Spuiten en dan lekker naar huis om te eten. Oh, Bel gaat erbij liggen. Oh, je ziet het net niet. Daar. Lekker hoor. Het is vandaag. Even kijken, het is vandaag. Oh jee. Het is vandaag. Oh, dat werkt niet. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Ik weet het niet. Nou. Het is. Oh, hi Bel. Het is vandaag. Vrijdag. Vrijdag. En Steve is er vandaag niet, dus wij gaan naar de film toe. Film Aladdin in het Engels. Maar wel Nederlandse ondertiteling, gelukkig. Oh jee, lang arm. Ik heb er heel veel zin in, alleen we zijn nu even bij de paardjes. We zijn nu even bij de paardjes en dan gaan we zo naar de film. Oké, het is een beetje lastig met het kind. Zonder microfoon is ze niet te verstaan en ze vindt het niet goed dat ik de microfoon aan haar t-shirt maak. Nee, ik wil hem zelf vasthouden. Of... Nou, hou hem dan zelf vast. Of ik wil hem hier doen. Nee, dat mag niet. Hier. Zo hoor je er dus niks van, hè. Last pakken. Zit jij in 3? Ja. Nou, hun die hadden... De ponies gaan van het land af. En die weten allemaal waar ze heen moeten. Leuk, hè. Nee, daar gaan ze. Gaan ze allemaal naar hun stalletje. We hebben altijd één achterblijver, dat is Pepper. En die gaat gewoon in haar eigen tempo. Dat mag ook, daar is ze de leeftijd voor. En Tess vindt Pepper nog steeds lief, na al die jaren.